Hallo jongens, meisjes, welkom terug bij een nieuwe video vandaag. Disney Infinity 2.0 deel 2. Vandaag gaan we verder doen met de stad. En ja, even like, abonneer. Vergeet niet op het belletje te klikken. Om nooit een video te missen. En ja, let's go. Jullie mogen nog steeds in de reacties schrijven wat wij hier gaan bouwen, hier en dan ook nog de andere kant. Daar mag je zeggen wat je daar wilt, like bijvoorbeeld Minecraft wereld of zo, of blokjes wereld. Voor mij maakt het niet uit, ik luister naar jullie. Dus we hebben dan onze lobby eigenlijk, waar je dan spawnt en dan ga je naar het grote deel. Hier ben ik nog niet zeker wat ik wil doen, maar het allee, ik ben wel zeker wat ik wil doen, maar dit ga ik gebruiken als soort van terrein. En dan hier wil ik de grote stad maken. En dan moeten we wel even een baan vinden, dat we kunnen... Ah. Hier. Dit zal wel lukken. Misschien kleinere. Bestaan er toch kleinere? Even kijken. Oh nee, dat is veel te groot. Erg kort, breed baanstuk, nee. Lang reisbaan. Extra lang reisbaan. Dan medium reisbaan. En dan korte reisbaan. En dan zeer korte. We gaan voor de korte reisbaan. Hier kunnen we dan de racebaan maken, ziezo, ziezo, of ja, de weg eigenlijk voor de stad. En dan dan deze kunnen we dan ook hier doen. Oké, nee, die zijn niet mooi in lijn. Ziezo. Ja, en dan gaan we beginnen met een soort van hekkens hier te plaatsen. Zo, ja. Ah, die hekken, die doen echt veel. Dus we gaan dat niet doen. Even kijken wat we wel kunnen doen. Ja, een verkeerslicht sowieso. Dat kunnen we dan ook omdraaien. Een stukje, of een pad, of stoep. Kunnen we hier plaatsen. Zo, zo, zo. Voilà. En een bankje hier. Dat is niet mooi. Erop. Ach. Oh, en ik heb hier ook allemaal vulbakjes geplaatst. En een brandkraan, zoals je daar zag of ziet. Misschien kunnen we al direct beginnen met de stad of gebouw. Ah, hier kijken of we hier iets kunnen zetten, of hier om Dagobert's pakhuis, helftpakhuis. Kan dat hier? Ik zou dat hier willen zetten. We gaan eerst klein beginnen en dan zo naar groot, denk ik. Hetzelfde hiernaast of zo? Nee. Eén is genoeg. Dan allemaal kleine huisjes, Haunted Mansion. Dat kan hier ook wel staan.
En dan Racketrolls. Huis kan hier ook, ja. Voor de rest zijn er geen. Yes. Ah, het hu- ja, dat kan ook wel. Dit past perfect. Misschien kunnen we dat ietsje. Dat we dan wel een stoep kunnen leggen. We gaan dat eerst doen. Even. Tik. Tik. Klik. Klik. Klik, 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 klik. Oh. Niet zo snel. Klik. Klik. Klik, klik. Zo. 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 Maar ik wil sowieso het geldpakhuis en dat ene huis van ik weet niet hoe dat noemt. Ik denk dat die familie van Peter Pan, ik weet niet. Och, dat is echt te groot. Oh, wacht, dat is dat. We gaan dit doen. Is er nog iets kleins? Smal vlak. Gewoon een vlak terrein blokje. Mooi zo. En dan ga ik jullie voor zorgen dat je. Ik denk dat je dan een groot terrein blokje. Of een blok, oh man. Smal, een vlak of een groot. Ja, dan kunnen we dit. Allee, ik had er daarnet ook zulke kleintjes gezet hier. Ja, dat, deze en dan vonkmodus. Deze pijltjes en dan. Dat kunnen we zo groot, hè? Ja. Ja. En dan zal ik ervoor zorgen dat de stad wel gescheiden is van de andere kleine werelden. En dat ga ik ook off-camera doen. Ja. Laten we eerst beginnen met de huizen. Eigenlijk, ik denk, als je dan, ja, bijvoorbeeld, als je hier, als ik hier dan het geldpakhuis heb, bijvoorbeeld, dan kan je er toch niet door. Allee, die kleine kanten hier, het stadion, maar en die hoek hier. Maar, ja, gaat wel lukken. Het geldpakhuis wil ik daar op de hoek zetten, dus let's go. Of eigenlijk heb je dat eigenlijk, wauw. Dat hebben we eigenlijk echt niet nodig. Zo, ja. Dat zal wel lukken. Want het huis van familie van Dalen. Ik weet ook niet van wat dat is. Ik denk gewoon allemaal naast elkaar. Ja. Kleine satelliet van de helicarrier hier zetten. Dat is ook wel mooi.
Ja, veel hummen, ja. En deze. Of eerst het grote huis en dan een kleine huizen. Waar is het? Ah, het mansion daar. Zo, en dan de kleinere huisjes. Voilà. Voilà. En, wauw, perfect. Dan wil ik nog decoraties like, hier aan deze kanten proberen te doen. Ook een hoddig kraampje. Oh. Hier en dan hier. Gewoon een paar random zetten. Zo. En dan zo. Dat is wel mooi. En dan niet deze blauw drukken ook niet. Ja. Een kleine bankje zetten. Ook een paar randen. Overal ook een vulbakje. Want ja, ik was echt geconcentreerd bezig. Nooit, nooit plastic achterlaten, kinderen. Dat is vervuiling en dat mag niet. En dan gaat de wereld nog meer aboem. En de ijsberen kunnen ook uit. Uitsterven, dus dan dat zou ik niet doen. Doe het voor de ijsberen. In real life bedoel ik niet. Ik in het spel mag dat, maar ik bedoel in real life nooit doen. Geen papiertje laten vallen. Allee, per ongeluk, oké, okay, maar niet expres. Dat was een nieuwe les. Okay. Nooit doen. Ik vind het nu al geslaagd. Als we deze paardjes apart zetten. Of een paar van deze paardjes zetten. Deze waterspuur. Misschien kunnen we die. Hier? Nee. Wat kunnen we hier nog allemaal zetten? Amai. Oeh, een klein fonteintje. Nee. Nee. Oké, okay, die boomstam kan wel. Like, het is op de weg, dus misschien kun je wat er allemaal op de weg ligt. Een boomstam. Nee, iets te groot. Te groot. Oh ja, en als je deze video kijkt, dan de vorige video van Disneyfinity. Ik heb deze er direct achter gemaakt. Dus daarom heb ik geen ander mannetje gekozen. En ik denk dat het, allee, dit wel klaar is. Ik bedoel, het is wel mooi. Je hebt het geldpakhuis, dan het gebouw van Wreck-It Ralph. Dus ik vind het wel geslaagd. Ja. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Geef een like, abonneer hier beneden. Klik op het belletje altijd of af en toe. En dan zie ik jullie allemaal later. Dikke, vette, doei!